De storm haalde vannacht een dikke streep door de kerkdienst voor de voedselbank in een lege tent bij Deventer Borgelebad. Joho, joho! Maar de vernielde tent kon de pret bij de ijsberen, zoals de Deventer buitenzwemmers worden genoemd, niet drukken. De kerkdienst in badkleding werd verplaatst naar binnen. Er zitten de herders in het veld en dan komen er engelen, een engelenkoor. En die zongen vrede op aarde. Een zwemmer die is predikant in zutven en in dieren. Is een trouwe zwemmer hier van het Borgelebad. En die geeft even een kleine kersttoespraak naar de vaste klanten hier die elke dag hier trouw komen zwemmen. En een stukje saamhorigheid, wat hier altijd gebeurt in het Borgelebad. En die saamhorigheid leidde ook tot de inzameling van goederen voor de voedselbankactie van RTV Oost. Nou, namens alle zwemmers voor de voedselbank, ik zou het goed vasthouden. Een symbolische overhandiging met goedkeuring van de kerstman. Joho, joho! Merry Christmas! En dat prikkelde weer de stembanden van de zwemmers. 1, 2, 3. In het Borgelebad, in het Borgelebad, daar zwem je in het buitenbad. En het deed iets bijzonders met de fantasie. Ja, ik ben hier ettensoep aan het maken. Ja, ja, lekker. Natuurlijk, lekker warm, en die soep gaat ongetwijfeld ook naar de voedselbank. Wat rest in en rondom het Deventer Borgelebad is een goed gevoel over een ludieke voedselbankactie. Ondanks een weggevaagde tent. Absoluut. De zwemmers hebben dit jaar een flinke best gedaan. We zijn er trots op dat er zoveel gehoor aan gegeven is. Dus compliment aan alle zwemmers. En volgend jaar met extra scheerlijnen? Met extra scheerlijnen? Ik denk het niet. Ik denk dat dit echt wel dramatisch was, die Zuidwester. Dus.